Hallo allemaal, graag wil ik jullie meenemen in de opvoeding van onze nieuwe hond Kip. Ze komt uit een nestje van twee puppies, een reutje en een teefje. In deze aflevering zal je veel foto's tegenkomen, omdat ik momenteel nog niet veel beeldmateriaal heb. Dat zal in de vervolgafleveringen natuurlijk anders worden. Toen ze 4 weken oud was, zijn we voor het eerst gaan kijken bij het nestje. Ze was niet veel groter dan een cavia met hele korte pootjes. En ze beweegde zich voort alleen maar met de voorpootjes. Natuurlijk waren we meteen verkocht toen we haar zagen. Het liefste zouden we er natuurlijk gelijk mee naar huis nemen, maar dat kan natuurlijk niet. We hebben met de fokker afgesproken dat we haar met 8 weken mee naar huis konden nemen. Dit vonden wij zelf heel belangrijk, omdat wij graag willen starten met de training, oftewel de socialisatie. De periode tussen de 8 en 12 weken zijn het belangrijkst voor de pup. In deze periode moet ze en zal ze heel erg veel leren. Het is heel belangrijk dat je je pup in het begin erg rustig houdt. Ze moet immers heel erg veel slapen. Maar de periode dat ze wakker is, kan ze natuurlijk heel leuk spelen met de broertje Dex of met de moeder Luna. In het begin kan je je puppy het beste maar 10 minuten buiten laten spelen. Wij proberen de regel aan te houden: elke week dat ze oud is, mag ze een minuut intensief buiten spelen. Maar daarna moet ze wel weer rust gaan houden. Twee weken later zijn we weer even gaan kijken. Je ziet dan heel goed hoe groot ze is geworden. Het was heel mooi om te zien dat het leek alsof ze ons herkende van de vorige keer. Ze kwam gelijk naar ons toe, al kwispelend en wou graag met ons spelen. Nu snap ik natuurlijk ook wel, als de buurman langs was gekomen, dat ze waarschijnlijk hetzelfde had gereageerd. We zijn aangekomen bij het einde van deze aflevering. De volgende aflevering is ze 8 weken oud en gaat ze mee naar huis. De autorit naar huis en natuurlijk voor het eerst aan het lijntje lopen worden de hoogtepunten van deze video. Ik hoop jullie heel graag weer te zien in de volgende aflevering van onze pup Kip.